ladies and gentlemen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is een heel speciale dag, zag ik elke video, dat zag ik ook elke video, what the fuck. De lamp herdraaien. Zoals heel veel van jullie weten, skate ik wel eens vroeger, ik was wel die skaterboy, ik deel... Skaterboy. He was a skateboy! Ja, dus... Het is tijd om een nieuw skateboard te gaan kopen. Het probleem is, ik heb mijn skateboard laten liggen in de trein in Nederland. Geen flow idee hoe dat kwam. Ik kwam van Amsterdam, dus sommige mensen kunnen misschien wel raden hoe het kwam. Ik heb geen skateboard meer. Ik heb ook een Q&A opgenomen met Ryan, waar dat ding was. Dus hier toen ik een kort stukje die vlog, gaan jullie wel snappen waarom ik echt een skateboard nodig heb. Daarom dus. Het is tijd om een nieuw skateboard te gaan kopen. Maar eigenlijk heb ik nog een skateboard, maar ik heb nog geen dingen. Jaren geleden heb ik dit skateboard gekocht, omdat ik die zo vet vond om die aan mijn muur te hangen. Nu, een jaar later, besef ik eigenlijk dat dit skateboard echt gewoon veel te vet is om aan mijn muur te hangen. En moet ik die eigenlijk gewoon gebruiken om te skaten. Dus er komen gewoon weer skatevideo's. Ik ga weer skaten, wow, dat is wel speciaal. Dus, let's do this. We gonna get a skateboard. Want deze, ja, het enige waarvoor ik deze heb gebruikt de laatste jaren, is om die zo in het bad te leggen. En dan kon ik mijn laptop daarop zetten. Jullie snappen wel wat ik bedoel. Misschien niet, ik toon het. Dus dit deed ik altijd. Dan ging ik in bad zitten. En dan kon ik zo op mijn laptop. En dan kon ik zo zitten. En dan lag dat ding daar. En dan ging hij niet in het water. En dan kon ik gewoon leuk, heel leuk. Dat is heel toppie, oké. Dus het is tijd om dit skateboard te vervolledigen. Want zo ziet hij er ook maar, ja, plankerig uit. Dus we hebben een nieuw skateboard nodig. En daarvoor hebben we geld nodig. En het enige wat ik heb is een flopje van 500. Dus haha, let's fucking do this. Ik weet niet waarom ik daarbij heb gezegd, maar ja, het is wel een plapje van 500. Ik bedoel, die brief is groter dan mijn hoofd. Dat is super nice. Let's buy een nieuw skateboard. Want Blankenbergen is toch super dood op deze momenten van de dag. Dus hey, let's jump right into Blankenbergen. Ik denk dat ik sowieso het mooiste skateboard ooit heb gekocht. Maar echt het allermooiste skateboard. En ik denk dat ik het mooiste skateboard ooit heb gemaakt. Maar alles wat ik heb een heel nieuw skateboard gekocht. Dit is mijn nieuwe skateboard. Hier komt die. Wow, what the fuck. Wow, waar is Toen ik in de winkel kwam, zag ik een skateboard dat ik veel liever wou. En toen heb ik gewoon een heel nieuw skateboard gekocht. Ook een nieuwe plank en zo. Ik weet niet of jullie er klaar voor zijn, maar ik ga hem toch tonen. Het is echt crazy. Het is echt gek. Dit is de bovenkant. Gewoon standaard Grizzly grip type. Nice skateboard. Twee zilveren boltjes vooraan. Ik sta goofy, dus fucking nice. Wieltjes van Bones, sowieso. Echt, sowieso denk ik de beste wieltjes die er zijn. Ay, fucking nice. En voor de mensen die echt geïnteresseerd zijn, de rollementen. Dat zijn special edition primitive rollementjes van Paul Rodriguez. Dus die zijn, ja, die zijn fucking hard. Wel het belangrijkste. De onderkant van mijn skateboard. Holy shit. Oh my fucking god. Dit is een zilveren plank. Met zilveren fucking Thunder Trucks erop. En met die witte wieltjes. Ik vind dat er zo fucking gruwelijk uitziet. Thunder Trucks. Fucking vet. En een deck van primitive. Deze is zo fucking clean. Ik vond dit ook fucking grappig, omdat het zo... Het is een beetje hetzelfde als Capri Sun, maar dan heeft het te maken met lean mensen die... Ja, oké. Okay. En op de achterkant, hier onder de grip type, staat er een rietje. Zo, het rietje van Capri Sun, waar je altijd... Tot door je Capri Sun dingetje prikt. Zo, die stond daar nog op de bovenkant. Ik ben zo fucking blij met dit skateboard. Ik meen het, what the fuck. Dat is niet het enige wat ik heb gekocht. Ik heb ook onderbroeken gekocht. Want onderbroeken zijn belangrijk, denk ik. Ik weet niet wat mensen tegen mijn onderbroeken hebben, want in de video van Gio... Ja, voor jou. Dit is hem. Nathan. Ja? Jawel, hè? Het is geen Nathan. Maar ik ken niemand anders met zo'n onderbroek. Je hebt Nathan, echt. Oh, is het wel Nathan? Hoe weet je dat? Ja, er is maar één iemand die dit soort onderbroeken draagt. Draagt zo'n onderbroeken. Er is maar één iemand die dit soort onderbroeken draagt en dat is Nathan, inderdaad. Ik weet niet wat zij zeiden. Iets van alleen Nathan draagt die onderbroeken wel. Ik heb gewoon weer boxershorts gekocht. Dus iedereen die iets heeft tegen boxershorts, ik weet niet wat jullie hebben tegen zo'n wijde onderbroeken, maar voor een jongen is dat het leukste om aan te hebben. Je dingen hangen daar zo leuk in. Ik dacht, ik deel dat ook even met jullie waarom ik boxershorts draag. Ze zijn wel super leuk, ik heb ze nog niet volledig gezien. Een beetje funky zo. Ah! Nu is het tijd om dit skateboard te testen. Waarom heb ik die anders gekocht? Let's do that! Voor de mensen die meer geïnteresseerd zijn in de boxershorts dan in het skateboard, laten we een shoplog doen op de onderbroeken. Want ja, dat moet ook ooit eens gebeuren. Hallo dames en heren, welkom bij de shoplog. Vandaag heb ik 2 pakjes onderbroeken gekocht in de Daily Grind in Blankenbergen. Als je ooit naar een skatewinkel wil in Blankenbergen, ga naar de Daily Grind. Daily Grind! Het is geen gesponsorde video, moest je dat denken, maar ik support gewoon die fucking skatewinkel, omdat het gewoon de beste skatewinkel is van Blankenbergen. Als je ooit skatekleren wil kopen in Blankenbergen, Daily Grind. Dit woord dat we hebben gekocht is ook redelijk belangrijk, dus ik toon hem gewoon nog eens, omdat hij zo fucking nice is. What the fuck. Tijd voor de onderbroeken. Zoals je ziet, ik heb hier 25 euro voor betaald in de Daily Grind. Onderbroeken voor jongens met een grote piemel. Nice.
Er staat ook zo'n leuke merkje op bovenaan. Ik vind het echt super leuke onderbroek. Ik vind dat ze er echt tof uitzien. Zo, nice. En dan hebben we nog mijn lievelingsonderbroek van het pakketje. Deze ziet er echt gewoon wow. Deze is cool. Deze is nice. Deze is fucking nice. En een shoplog moet je natuurlijk ook altijd uittesten of ze goed zitten. Dus let's do that. Ik zie dat bijna aan de regenen is. Dus ik ga het snel moeten zeggen. Ik vind deze onderbroek zeer comfortabel. Deze zit zeer lekker bij alles. Dit is een goede onderbroek. Nice. Tot zover de onderbroek shoplog. Nu ga ik skateboarden. Maar ik zie dat weer echt aan het omslaan is. En ik denk dat het bijna gaat regenen. Ik zie jullie dat. Dat is een redelijk grote depressie die daar hangt. En ik denk dat daar liters water uit gaat vallen. Maar oké, tot zover ik weet, regent het nu nog niet. Dus misschien oké, let maar. Bah. En 5 seconden had ik mijn dingen had al gedaan. En zo begint het gewoon te zoppen. Nice. Fucking nice. Ik weet niet of jullie het zien, maar het ligt daar al helemaal nat. De stoep ligt helemaal nat. Het ligt overal. Fucking regen. Dacht ik, haat België. Fuck dit land. Fuck alles. Waarom? Waarom moet het nu regenen? Op de dag dat ik een nieuw skateboard koop. Kijk, we gaan het zo doen. Het regent nu. Vanaf dat het stopt met regenen. Al is dat morgenochtend. Misschien is dat straks. Ik ga deze vlog nu knippen. Het kan zijn dat het volgende show morgen is. Misschien is het straks. Misschien is het binnen 3 seconden als het stopt met regenen. Zie wel, maar. Bah. We zijn een dag verder en het weer is eigenlijk alleen maar erger geworden. Het is echt vreselijk. Skaten vandaag zit er niet meer in. We weten dat het nu 3 uur is en het weer is echt volledig naar de kloten. Ik was heel deze nacht fucking hyped om te skaten en nu ineens beginnen te regenen. Het is echt fucked. Ik wou ook naar een feestje gaan vandaag. Iedereen die op Universe is geweest, ik hoop dat jullie plezier hebben gehad. Ik wou ook wel komen, maar... Ja, dit weer laat niks toe. Ja, buh. Nah, da. Fok regen en fok alles en iedereen die slacht weer leuk vindt. Dat is heel jammer. Dank door te kijken naar deze video. In de volgende video gaan we skateboarden. Dat beloof ik. Shit, het water is echt warm. Dus we moeten het plat even uitstellen. Mijn excuses. Vanaf dat 1 dagje mooi weer is, of 1 uur mooi weer is, ga ik gelijk naar buiten gaan om even te skateboarden, dames en heren. Wees zeker leuk op deze video. En klik op deze video als je nog meer wil zien van mij. Dus hey, tot de volgende keer. Bye. Yeah. Fuck.